Ja, een aparte dag. Alles kon gebeuren vandaag. We begonnen met weinig wind. En ja, die race met weinig wind hebben we toevallig het beste ervaren. En dat is heel erg mooi. Het is echt een race waar voor ons alles goed ging. De start wat minder, maar daarna kwamen we lekker in de wedstrijd, goede kant op gevaren. We hebben wat hele speciale manoeuvres kunnen uithalen die vlekkeloos gingen. Dus we waren er erg blij mee. Even een slechte start, maar daarna goed teruggekomen en hard gevochten. En de tweede plek is natuurlijk fantastisch. De tweede race was een hele goede start en eerst de kruisrak en daarna ging het even mis bij de benedenboei. Net even te laat met de spinhakker, net even een schootje die niet goed aankwam. Ja, en dan zie je er even niet bij en boem, van 3 ga je naar 6. Ja, we zijn natuurlijk enorm blij met het resultaat en dat is natuurlijk hartstikke goed voor de boost van het team. Dat betekent dat als we met z'n allen hard werken, dat we ook een resultaat kunnen krijgen. En natuurlijk kunnen we dat gewoon lekker meenemen naar de volgende etappe. Nu hebben we goed resultaat, we gaan vieren en dan morgen weer vroeg op om ons klaar te stomen voor de volgende etappe. Wat een hele zware etappe wordt, maar waar we met z'n allen wel heel veel zin in hebben. Dus het is alleen maar positief en het kan alleen maar goede dingen doen.